Volgens mij is dat die meneer die daar op dat bankje zit. Volgens mij gaat die mij een lapres geven. We gaan weer verder met onze Nuzlocke Challenge in Pokémon Let's Go Eevee. Ja jongens, ik hoop dat het nog een beetje goed blijft gaan. Want de afgelopen twee afleveringen waren niet chill, man. In allebei de afleveringen ging iemand dood. Dat waren Sky en Steenkop, onze Pidgeotto en onze Golem. En daarvoor in de plaats zijn Kingler en Hitmonlee gekomen. Ja, Hitmonlee is nog niet sterk genoeg om echt heel veel te gaan betekenen. En we one-shotten deze Weezing ook gewoon niet. Potverdorie, man. Dan doen we hem even in 2-shots. Hoppakee. Eevee is trouwens bijna level 40. Eevee is zwaar overpowered. Als Eevee kapot gaat, dan is deze Nuzlocke Challenge wel een stuk moeilijker, moet ik eerlijk zeggen hoor. Dan hebben we wel een aardig probleempie. En vandaag ga ik proberen om Lapras te vinden hier in dit gebouw. Want in dit gebouw zitten Lapras. En ik wil Lapras even vergelijken met de stats van mijn Kingler. Die twee moeten even gaan uitmaken welke van de twee beter is om in mijn team te hebben. Hallo mevrouw. Eek, no, stop your team. Oh, sorry, I thought, oh, I give you one of our products. Please forgive me. Self-destruct. Ja, daar heb je inderdaad echt superveel aan in de Nuzlocke Challenge. Self-destruct. Doe eens normaal, man. Daar heb ik toch helemaal niks aan. Oké, waar is die Lapras, jongens? Lapras, Lapras, Lapras. We hebben wel echt al met heel veel enemies gebattled. Misschien kan ik beter gewoon niet de portals gebruiken. Maar moet ik gewoon de trap gaan gebruiken? Of de lift? Als we lui zijn. Zodat ik zeker weet dat ik elke etage heb gehad. Ik denk dat dat een beter plan is. Let's go, eerste verdieping. Zie je ook een trap? Ja. Oké. Even op de eerste verdieping koekeloeren. Hier kan ik niet naartoe. Ik moet ook eigenlijk gewoon iedereen proberen te verslaan. Alle XP die we tegenkomen, die kunnen we heel goed gebruiken. Oké, zo te zien was ik hier net. Ik was net op de eerste vloer. Hier hebben we alles gehad. Dus we gaan naar de tweede vloer. Volgens mij heb ik hier ook al heel erg veel gedaan. Oh, hier ligt nog een pokeball. Die had ik nog niet gezien. Hier heb ik ook gewoon niks aan. Misschien een Nuzlocke wel, maar ik ben te eigenwijs om die dingen te gebruiken. Ja, hier ben ik net ook al geweest. Deze meneer heeft niks te vertellen. Oké, gaan we weer naar boven. Derde etage. Hallo, hallo, hallo. Hier ben ik in ieder geval nog niet geweest. Intruder spotted. Oh, als je maar niet weer een Pokémon van me kapot gaat maken. Koffing, nee, daar gaat het niet mee lukken. Nee. Daar lukt het niet mee om mijn Eevee kapot te maken, jongen. Dan moet je toch echt even met wat beters komen. Wat heb je bijvoorbeeld als tweede? Een Electrode. Kijk, dat vind ik bijvoorbeeld al spannender. Die gebruikt een Swift waarmee die me sowieso raakt, maar me bijna geen pijn doet. Ik doe eens even Paddy Bad. Oké. Dan ga ik nu over naar Glitzly Glow. We hebben gewoon drie klappen nodig om die Electrode te nakken. Jemig. Pak hem hoor. En pak even flink XP dan, Eevee. 566 XP. Eevee groeit als eerste Pokémon naar level 40. Hoppa. Goed gedaan, Eevee. Hier ligt een Pokéball. Dat is Dire Hit. Even kijken wat hier is. Oh, die is aan het verstoppen. Die heeft geen Lapras voor mij. Jongen, jongen, jongen. Als je nou niet wil dat ik je verraad, misschien moet je me dan even een Pokémon geven. Hier ben ik wel al geweest. Hier nog niet. Hier liggen superveel items. Hier liggen ongetwijfeld ook geen Lapras, maar al die items kunnen nog wel eens op pas gaan komen. Dit is een soort van het opslagruimte van The Self Company. Een escape rope, zodat we ook kunnen ontsnappen. Als dat nodig is. En wat ligt hier? 5 Grey Balls. En ook Ultra Balls nog? Nee, een revive. Nou, dan hebben we hier ook weer alles gehad. Oh, behalve de battle met deze trainer. Die stond nog even op mij te wachten. De koekenbakkert. Wat denken jij? Ratatatata. Glitzly Glow. We zouden hierna wel een Raticate hebben, denk ik zomaar. Doe je hier ratitatitati. Ratikatatikatatitatibati. Grimer. Alright. Ook prima, joh. Die modderbal van slijm en gif. Sorry, man. Let's go. Volgens mij gaan we nu naar etage 5. Oh, hallo. Ik denk dat deze guy, die ziet er wel gevaarlijk uit, man. Die ziet eruit alsof hij geen grappen maakt, jongen. Juggler Dalton. Doet een hypno. Kom op, Eevee. Gooi je baddie bad op zijn bakkes. Super effective. Hij doet psychic. Goede aanval. Maar wij zijn nu een beetje protected tegen special attacks. Dus dat is super nice. Dat doet baddie bad ook. Heel nice. Hoppa, doei Hypno. Terwijl Queen, onze Nidorina, groeit naar level 36. En we te maken krijgen met een Hunter. Ja, en een Hunter is eigenlijk ook gewoon gratis XP. Jij doet wel even Sucker Punch. Ik natuurlijk Glitzly Glow. En dat is natuurlijk een one-shot. Hoppa, daar ging Hunter. En de volgende is een Kadabra. Hoppakeetje, want dit gaat super easy. Tegen Kadabra. Ik denk dat ik daar ook in Sabrina's gym maar het meest gebruik van moet gaan maken. Van mijn Eevee met Baddie Bad. Eevee doet wel echt bijna alles op deze manier.
Deze pak ik ook even op. Een nuggetje. Lots of battles hier. Maar we hebben al die XP nodig. Vooral voor de Pokémon die nog niet zo sterk zijn. Zoals Hitmonlee en Beach Boy. Onze Kingler natuurlijk. Hitmonlee heet trouwens Bruce. Die is vernoemd naar Bruce Lee. Dit was trouwens ook gewoon de bedoeling van de makers van Pokémon, hè? Bruce Lee, Hitmonlee. En Jackie Chan, Hitmonchan. Vertel ik even terwijl ik deze Snoobats loop. En nog een Arbokje. Oké, die overleeft het gewoon. Doet een Poison Jab. Kijk eens. Kijk eens. Moeten we straks maar even een potion gaan geven aan Eevee. Kablim bam boom ba down. Hallo meneer. Oh, die wou eigenlijk zijn Porygon wegdoen. Oké. Maar ja, die Porygon die krijgen we niet. Wat sta jij hier te doen? Die heeft van Nuzzie verloren en ze zegt kijk niet naar me. Ah, ze schaamt zich. Nou, gaan we nog een etage naar boven. Op welke vloer zijn we nu dan? Op welke etage zijn we nu? Op de 6e zijn we al. Waar was die persoon? Jij? Nee, ook niet. Ja, jullie ook niet. Jullie hebben ik al een keer gesproken. Op de 7e dan? Is de 7e onze geluksetage. Meneertje, mevrouwtje. Wil je battelen met mij? Oh, kijk. Volt ook doet self-destruct. Dat deed vroeger heel veel pijn. Tegenwoordig valt het echt wel mee. Dit is echt een loser move geworden. Bye loser. Nog een Voltorb. Ga je die ook self-destruct laten doen? Dat zou echt niet best zijn als jij al je Pokémon gewoon laat self-destructen. Ja hoor. Mevrouw, wat ben je aan het doen joh? Jongen. Ik heb echt geen respect voor jou als Pokémon trainer zeg. Met je self-destruct. Nou, ze heeft er nog één over. Dan kan ik net zo goed Bouncy Bubble doen om even wat health te regeneraten. Dat toch elke keer gaat self-destructen. Kijk, nu zijn wij in ieder geval weer vol. Nu doet hij een Thunderbolt. Nu wel. Eevee is trouwens ook alweer bijna level 41, jongens. Eeuw, Dragon Pulse. Dat is nice. Zou ik een Pokémon hebben die Dragon Pulse kan leren? Nee, helaas. Ik kan Mega Drain trouwens leren aan Troll. Misschien is dat ook nog wel een goeie. Sowieso in plaats van Will-O-Wisp. Daar heb je toch niet zoveel aan. Dus ik kan Will-O-Wisp even weghalen en dan kent hij Mega Drain. Dat is op zich wel nice. Dan kan hij zichzelf ook een beetje healen. En hier hebben we 3 Smart Candies. Kijk, candies zijn altijd chill om te vinden. Aangezien ik hier nog niet geweest ben, ga ik wel even door deze portal heen. Om te kijken waar deze portal naartoe gaat. Nee, oké, hier moeten we sowieso niet zijn. Daar zijn we net al geweest. En volgens mij moet hier ergens wel die meneer zitten. Volgens mij is dat die meneer. Die daar op dat bankje zit. Volgens mij gaat die mij een Lapras geven. Maar eerst is er nog iemand van Team Rocket die zich met ons bemoeit. En dan ook nog met een Zubatje. Die scientists, die waren echt slimmer. Ene met zijn freaking Magneton met Flash Cannon. Oh. Ik zou bijna een minuut stilte aanvragen voor Golem. Hoppakee, en daar gaat Golbat. En Bruce, onze Hitmonlee, groeit naar level 31. Dat is de eerste level dat hij omhoog gaat. Dit zijn Self Company medewerkers. Oké, deze deur open. Was jij degene die een Lapras heeft? Ja, kijk. Inderdaad, die heeft een Lapras. En dan gaan we eens even kijken of Lapras beter is dan Beach Boy. Dat is natuurlijk een water- en ijs-Pokémon. Die is in ieder geval level 34. Dat is best wel een goed level. Even kijken hoor. Even 142 HP. 64 op attack. Ja, zijn defense is wel nice. Zijn speed is maar 60. Kijk, Beach Boy heeft wel een veel hogere attack. Maar die special attacks, die zijn een stuk minder. En hij is iets langzamer ook. Nou, ik hou het voorlopig denk ik toch maar even bij Kingler. Want die zijn we ook keihard aan het trainen. Dus ik denk dat dat op zich wel slim is. Pokémon die je traint, die worden ook sneller sterker dan Pokémon die je vangt op high level. Ja, en dan hopen dat hij niet een keer down gaat door een special attack van een of andere Pokémon natuurlijk. Deze Lapras kent ook nog niet echt goede aanvallen. Dus dat is ook wel een ding. Hier weer een scientist, jongen. En we weten, voor die scientists moeten we oppassen. Maar ja, niet voor deze koffie. Die koffies die gaan echt veel te makkelijk allemaal. Oeh, kijk Magneton. Ja, dit is andere koek. Ik denk dat ik Pixie dit even laat proberen. Ja, en dan hoop ik dat Pixie die Flash Cannon overleeft. Dat verwacht ik eigenlijk wel. Ik denk dat ze wel minimaal 1 Flash Cannon kan hebben. Flamethrower op Magneton is natuurlijk super effectief. Kijk, lekker Pixie. Ja, Pixie. Ah, ben blij dat je in ons team zit. Eevee groeit ondertussen naar level 41 in een battle die ze niet zelf doet. En dan pakken we hier nog even dit itempje op. Dan zien we daarboven Nuzzie staan. En we moeten dus wel richting Nuzzie nu. Om te gaan afrekenen met degene die hier in Self Company zit, jongens. Even kijken hoor. Hoe kwamen we ook weer bij Nuzzie? Was dat deze portal? Echt, al die scientists hier. Zoveel battles. Ik vond dit stuk eigenlijk altijd een beetje het saaiste stuk van de hele game. Want het duurt best wel lang. En het liefst doe ik natuurlijk gewoon gym battles en zo. En vang ik nieuwe Pokémon. Maar nu zit je er gewoon de hele tijd vast in een gebouw. Dat vind ik zelf niet zo heel interessant. Omdat je ook continu eigenlijk soort van dezelfde moves doet. Dezelfde battles hebt. Tegen dezelfde Pokémon. Dat is een beetje saai. En een laatste move op Electrode. Dan is het klaar met deze.
Daar doe ik altijd wel wat langer over om die Electrodes te verslaan. Duurt vaak gewoon 3 beurten, hè? Peach Boy groeit ondertussen naar level 34, onze Kingler. Nu krijgen we te maken met Porygon. Dan zou je zeggen, misschien kunnen we Bruce inzetten. Maar laten we dat maar niet doen. Weet je wat? Ik blijf gewoon met Eevee battelen. Want straks gaan we weer fout, weet je wel. Heeft die Porygon opeens een of andere Uber move. Omdat dit de Uber Scientist is. En dan zijn we weer de Sjaak. Laat maar. Ik ga dat risico even niet nemen. Kom op, Eevee. Kijk, dat bedoel ik. Hyper Beam, weet je wel. Als een van mijn andere Pokémon die op zijn bakkes krijgt, dan ben ik waarschijnlijk niet heel blij. Kijk, nou moet hij als het goed is 1 beurt regenereren. Dus dan kan ik mooi weer wat HP erbij verdienen. En een finisher met Buzzy Buzz. Bam! Later, Porygon. Porygon! Dat is een nieuwe naam voor deze Pokémon. Porygon! Pixie groeit naar level 37. En dat gaat lekker. Hier nog een itempje, dat is een revive. En dan gaan we even hier naartoe. Ik denk dat dit de portal is die we moeten hebben. Oh, of ik denk het misschien niet. Die warpt ons gewoon letterlijk naar een portal op dezelfde etage. Het is een portal van luie mensen. Hier zijn nog allemaal enemies die ik nog niet heb verslagen. Nog meer! Nee! Ik wil dit niet meer! Ah, gaan ze weer zelf destructen. Jongen, zorg nou eens beter voor jullie Pokémon, man. Hoppa, laat de Renegade. Oké, want dit was nog wel even een battle die ik sowieso wil doen. Want hier lagen nog best wel wat itempjes. Die ik misschien best wel lekker kan gebruiken. Kijk, Rare Candy, hoppa. Die kan ik zeker wel gebruiken. En nog, oh, Flamethrower TM. Ja, het is dat we Pixie al hebben en die kent Flamethrower al. Maar Flamethrower is wel heel nice. Ja, dit is niet grappig, man. Dit is niet grappig. Is het deze? Ja! We hebben hem. Yo, Nuzzy. En daar is Archer. Wil je nou ook weer battelen, Archer? Archer zegt, ja, ik battle jullie zo vaak als het moet. Ik laat jullie niet bij de baas komen. Dus Archer heeft gewoon verteld nu dat de baas ook hier is. En Nuzzy, die gaat even tegen Archer vechten. En dan gaan wij het opnemen tegen Giovanni. Kijk, hè, we hebben eindelijk de goede gang. Oh, wauw, dat is zeker Team Rocket weer. Oh, gosh, dat is Team Rocket weer. En volgens mij staat Hitmonlee op de tweede plek. In mijn team. Oké, het is toch Ninetales. Het is Pixie. Alright. Die heeft in ieder geval ook geen last van de flamethrower van Weezing. Volgens mij had deze Weezing een flamethrower. Ik ga eerst Arbok proberen uit te schakelen. Let's go. Level 36 zijn ze allebei. Mijn Eevee is flink stukjes sterker. Kijk, dit gaat lekker. Ik denk dat we Arbok sowieso wel hebben. Ik hoop dat Pixie ook sneller is. Ja, Pixie is sneller. Die gaat sowieso Arbok nu verslaan. Geen twijfel over mogelijk. Met flamethrower. Lekker. We hebben geen last meer van Arbok. Hoppa. Dan is daar alleen nog Weezing. En die doet een Sludge Bomb. En dat doet hij op Eevee. Eevee kan het hebben. Ja, dit gaat eigenlijk dik prima. Want zij hebben allebei maar 1 Pokémon. Dus het is nu alleen nog Weezing die over is. Kabliggy Blam. Hoppa, die heeft een iets betere defense blijkbaar. Dan, of special defense. Dan Arbok. Hoppakee. Later, Weezing. Queen groeit ondertussen naar level 37. En zo hebben we Jesse en James voor de zoveelste keer verslagen. En James zegt, ah, ik haat kinderen. En ja, ik denk dat ze er weer vandoor gaan. Zoals altijd. En we zien hem daar al staan, Giovanni. En die gaan we keihard battelen in de volgende aflevering. Er is eindelijk niemand doodgaan in deze aflevering. Yes! Doe even een blauw duimpje omhoog voor al deze survivors. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon, Mario Maker en Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me dan zeker ook even op twitch.tv/Rickachu. Zie je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!